En laat je niet misleiden door wat mensen zeggen. Want dat kan ook een valkuil zijn. He? Als ze jou prijzen en zeggen dat je goed bezig bent. En zeggen dat je er goed uitziet. Omdat je een lange baard hebt. Dat je een mooie hijab hebt. Omdat je voldoet aan de regels. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ibn al-Qayyim rahimahullah zegt. Ida athna alayka ahadun. Fa'innama yuthni ala azimi sitrillahi alayk. Hij zegt, als iemand jou prijst, dan prijst hij jou in werkelijkheid alleen vanwege de geweldige bedekking van Allah op jou. Dat wil zeggen dat Allah, hij is as-sitir, hij is de bedekker van onze zonde. Hij plaatst een barrière tussen onze zonde en de mensen. En als hij die barrière opheft, kunnen wij onze gezichten niet laten zien bij de mensen. Dus als iemand jou prijst, dan is het eigenlijk vanwege de bedekking van Allah dat hij jou prijst. Want als hij jouw werkelijke ik had gekend, dan had hij geen woord van prijzing over jou uitgesproken. En hierover zegt Al-Qahtani, Al-Andalusi, in zijn gedicht, in zijn Nuniya. Hij zegt, Wallahi, لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. ولا اعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامه بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. Hij zegt, als de mens het vreselijke binnenste van mij hadden gekend, dan hadden zij geweigerd om mij de salam te geven, en dan zouden ze mij geen vriendschap meer gunnen. En dan zou ik vernederd zijn nadat ik geëerd was. Het is vanwege de bedekking van Allah subhanahu wa ta'ala dat wij elkaar überhaupt nog de salam geven.